Mijn naam is Emiel Goosen, ik ben productontwikkelaar en verantwoordelijk voor de operaties bij Aqua Battery. Aqua Battery is een bedrijf dat energie opslaat in concentratiefilters tussen zoet en zout water. Veel waterschappen zijn hier bezig met de transitie naar duurzame energiebronnen, met zon- en windenergie. En daarbij is energieopslag eigenlijk juist heel erg belangrijk. Aqua Battery ontwikkelt de Blue Battery. Dat is energieopslag in een concentratiefilter tussen zoet en zout water. Nou, de technologie is oorspronkelijk van Wetsys. Mijn collega Jan Post is in 2005 begonnen met zijn PhD op Blue Energy, wat de energieopwekking is met deze membranen. En dat is opgevolgd door mijn collega David Vermaas. En ze waren onder andere ook verantwoordelijk voor het neerzetten van de eerste pilot voor Blue Energy aan de Afsluitdijk. Bij de Afsluitdijk gebruik je enkel het zoete water en het zoute water om energie op te wekken. En wij gebruiken niet alleen dat proces, maar ook het omgekeerde proces, waarbij je dus je energie aan het opslaan bent. Op het moment dat je een hele grote tank hebt met brak water, ten tijde van een overschot aan elektriciteit, maak je van het brakke water een stroom met zoet en zout water. Door een stek met membranen heen te laten stromen, waarbij dus je water gescheiden wordt in zoet en zout. En op het moment dat je dus je elektriciteit later weer nodig hebt, dan pak je die twee stromen met zoet en zout water bij elkaar en dat wekt een elektrisch potentiaal op, elektriciteit. Je kunt simpelweg door meer membranen toe te voegen, krijg je een hoger vermogen met je batterij. Terwijl op het moment dat je je opslagreservoirs groter maakt, dan verhoog je je opslagcapaciteit. En omdat die opslagcapaciteit gewoon simpelweg water en natriumchloride heel erg goedkoop opslagmedium is, kun je dus ook op grote schalen heel goedkoop energie op gaan slaan. Ook voordat we hier al kwamen, hadden we al eerste gesprekken gehad met Waterschap Rivierenland onder andere. En hier ben je met nog veel meer mensen met verstand van zaken. Mensen zeiden van, ja, dat is eigenlijk watertechnologie. Dus eigenlijk ben je wel onder gelijkgestemden. Dat is wel leuk om te zien.